Ik ben toch niet gek? Vorige week zagen jullie hoe we Ron hebben blijgemaakt met een vaatwasser. Met een vaatwasser, dat klopt. En daarna vroegen we jullie een foto te plaatsen in de comments met jullie meest energieslurpende apparaat in huis. En ik moet je zeggen, we kregen de gekste apparaten binnen, zoals dildo's tot haver. Ja, maar er is natuurlijk maar één apparaat echt energieslurpend. En dat is de koelkast. Yes. En we hebben een winnaar. Danny uit Tilburg, jij hebt gewonnen en ik kom jou deze koelkast brengen. Jongens, waarom jij nou weer? Wat? We zijn toch een team? Een team specialist, Hillig, die hoort er ook bij. Er is toch maar één echte ster hier, of niet? Hey? Kom nou. Yes. Hillig. Hoi. Hi. Ja. Ik ga door hoor. Kun je wat meer vertellen over deze koelkast? Dat kan ik. Dit is een A++ koelkast. Een van de meest energiezuinige koelkasten in zijn soort. Ik zie niet op elke koelkast zo'n groen label. Kun je daar wat meer over vertellen? Daaraan kunnen onze klanten precies zien welk apparaat extra energiezuinig is. Dus deze is super energiezuinig. Ja. Die gaan we afleveren bij Danny in Tilburg. Right. Giel, pak jij hem vast in, dan gaan wij vast die kant gewoon. Ja? Succes. Zie je jou zo meteen. Gast, ik ben toch door mijn rug gaan. We zijn onderweg naar Tilburg, want daar woont Danny. Ja, en Danny heeft een klein probleem. Die heeft namelijk een kat. Die jat al zijn eten elke keer uit zijn koelkast. Maar hij krijgt het eten van de voedselbank. Dus dat vertelt ons één ding. Danny heeft het niet zo breed. Nee, dus wij gaan nu eerst een pitstop maken bij de supermarkt. En we gaan zijn koelkast vullen met boodschappen. Tilburg! Oké, naar achter. Dit gaan we nooit omhoog krijgen, maar ik weet wel. We hebben iemand van de Mediamarkt bij ons. Ja. Die is uiteindelijk wel verantwoordelijk. Let's go. Ja, succes. Zie je zo boven. Hier woont Danny. Danny? Yes. Mogen we even binnenkomen? Hey Danny, mogen we even binnenkomen? Oh yeah. Wat een gezelligheid. Ja? Ja, Danny. Ja. Ja. Danny, yes. We hebben een prachtig Facebook bericht gezien. Ja, ja. En wij horen heel graag jouw verhaal daarbij. Ja, ik had een bericht geplaatst op de, op de Mediamarkt pagina. Ja. Want mijn koelkast vreet zoveel stroom. En buiten het feit dat hij zo oud is dat mijn kat hem ook 's ochtends openmaakt. En dat ik mijn beleg op de grond vind elke ochtend. Die kat. Mijn kat, ja. Maar jij kan dus een goede nieuwe koelkast gebruiken. Dat is echt het ding wat in het huis zo nodig is. Ja? Ja, is echt. Danny, heel simpel. Wij komen jou een nieuwe koelkast mee. Gaan, hè? We weten dat je het nodig hebt. Dus, alsjeblieft, man. Weet je, voor ons is dat het beste. En dan spaart je ook nog minimaal 32 euro per jaar op je energierekening. En dat is zeker welkom hier. Er zijn meer mensen die het niet makkelijk hebben, maar nee, dit had echt niet verwacht dat ik dit zou krijgen. Nee. Danny, ik heb net eventjes jouw koelkast bekeken. Gaat vrij makkelijk open. En hij lijkt ook echt 31 jaar oud. Ja. Maar wat ons ook opviel, er zit niet veel in. Het is nou wat krapper aan het worden inderdaad. Het is nog, en hoe kan dat je het zo krap hebt? Of dat ja, schuldsanering, wel door mij geschuld natuurlijk. Maar het is nog even anderhalf jaar doorbijten. Ja. En dat is... ik lach wel mee, want ik ook af en toe huilen. Ja, dus, maar dat hoort erbij. Oh, dear. Kijk eens. We hebben best wel veel moeite gehad om. Fucking vet shit, zeg. Wow, toen ik die koelkast echt binnen zag, tenminste, als hij er binnen gaat, echt een mooi ding. Ja, ik heb hem. Kijk eens. Giel en ik hebben even boodschappen voor je gedaan. Ik zie hier een halfvolle milde yoghurt. We hebben biologisch? Biologisch, we hebben munt voor je meegenomen, peren. Als jullie nou nog heel even inruimen, kan ik nog even iets uitleggen over de koelkast. We hebben hem toch gewoon een koelkast gegeven? Ja, dat klopt. Het is namelijk zo, groente en fruit hoort namelijk onderin in de crispelbox. De crispelbox is een lade waarin de temperatuur constant blijft, waardoor het groente en fruit langer vers blijft. Dat geldt ook voor de chillerbox. De chillerbox is een lade die is speciaal voor vlees en voor vis gemaakt. Daar blijft de temperatuur ongeveer 0 graden, dus dan blijft ook het vlees en het vis langer vers. En de diepvries is een hele mooie diepvries, dat is namelijk een low frost. Dat betekent en minder vaak ontdooien, weinig ijsvorming, waardoor het ook nog eens energiezuinig is. Een A++ koelkast. Ik wens jou heel veel plezier met je koelkast. Ja. Dat gaat helemaal goed komen. Het was al zo genoeg, vriend. Hillig blijft. Oh, Hillig blijft hier nog even. Die nog even je hele keuken herinstalleren en wij gaan naar. Doei.
Jay, volgens mij hebben wij de afgelopen weken ontzettend veel mensen gelukkig gemaakt door ze energiezuinig apparaat te geven. Ja, dat klopt. Maar er zijn nog 8 miljoen koel- en vrieskasten van 7 jaar en ouder. Dit zijn echte energieslurpers, kosten veel geld en is ook nog eens slecht voor het milieu. Nou, dus wil jij nou ook energie besparen? Ga naar energievreter.nl en doe die test. Ja, maar misschien hebben mensen thuis nog wel een hele oude koel- of vrieskast staan. Nou, dan kun je in de maand juni naar de Mediamarkt gaan, een A++ versie kopen en misschien win jij dan wel je aankoopbedrag terug. Ik bedoel, makkelijker dan dat gaat niet worden. Inderdaad. Ik bedank jou. Ik vond het echt gezellig, man. Super gezellig om mensen blij te maken. Laat een biertje doen. Ik laat je niet uitmaken. Doei.